Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe GTA 5 aflevering hier op mijn kanaal. Ik ben Melvin en wij zijn hier met Michael en wij gaan met Michael gelijk regelrecht naar de allereerste missie toe die wij gaan doen deze aflevering. Dat is de voorbereidingsmissie of een van de voorbereidingsmissies voor de Big One, oftewel de grote heist waar wij nu naartoe werken en... Wat de fuck gebeurde daar? Oké, ik heb werkelijk geen idee hoe dat nou net gebeurde. In ieder geval, wij gaan dus, de Big One, gaan we voorbereidingen voor treffen. Wij gaan nu rijden naar de HS op de minimap. Dat is volgens mij bij die loods waar alle voorbereidingen worden gedaan. En dan gaan wij een helikopter voor mij krijgen, regelen. En we moeten nog iets van een trein of zo. Er zijn een paar dingetjes die nu van belang zijn. En daar gaan we dus ook naartoe werken. Ik heb er onwijs veel zin in. Het einde komt nu echt in zicht, jongens. En dan hebben wij met z'n allen hebben wij gewoon deze serie gedaan. Holy damn, en ik ben jullie heel dankbaar voor dat jullie gewoon dit volgen. Ik vind het echt bizar om te zien dat deze serie gewoon echt zoveel duimpjes omhoog krijgt. Iedere aflevering weer gewoon steady 15.000, 10.000 weergave per aflevering. En dat is gewoon heel bizar voor een spel dat eigenlijk al een beetje oud is, om het zo maar te zeggen. Ben ik jullie dankbaar voor en ja, dat kan ik niet vaak genoeg zeggen. Maar wij rijden dus daar naartoe en ik zie jullie eigenlijk gewoon wel wanneer ik daar ben. En dan gaan wij, ja, gaan we dat even mooi fixen. Gaan we even die missie doen. Ja, dus ik zie jullie wanneer we er zijn. Oh nee, ik weet al waar we zijn. Ik weet al wat we hier moeten doen. Kijk, hier staat, jawel, kijk jongens, kijk wat hier staat. Dit ding. Ja, die driller, die hebben wij nodig. Oh mijn god, en wat? Wat is er nou weer? Hou je bek dicht, jongen. Jongens, jongens, we hebben dit ding nodig. Ja, dit is die driller. Die moeten wij jatten. Check dat ding, jongens. Die is echt zo fucking awesome. En hey, schiet niet op jij. Rot op. Gaat toch dood? Dankjewel. Oké, we hebben nu politie achter ons aan. Die moeten wij kwijtraken. Met zo'n fucking vrachtauto. Juist, ja. Dat is weer typisch dit spel. We hebben politie achter ons aan terwijl we in een vrachtauto rijden. Godsamme. Dit gaat echt onmogelijk worden. Jongens, dit gaat niet lukken hoor. Hoe willen wij nu politie kwijtraken? We hebben een vrachtauto met een fucking boor achterop. En wij hebben politie die wij moeten kwijtraken. Dit gaat never nooit lukken. Dit gaat never nooit goedkomen, jongens. Dit kan niet. Dit kan niet. Wij moeten ergens eraf slaan. En dan moeten wij proberen het goed te doen. Want die politie die is nu zo hinderlijk bezig. Jongens, jongens. Nou, we hebben dus in ieder geval wel de vrachtauto met de boor die we nodig hebben. Maar voor de rest, ik weet niet hoe we dit moeten doen. Ik weet niet. Misschien kunnen we de banden lek schieten van dat ding of zo. Als dat lukt. Kunnen wij aan banden lek schieten? Nee, dat... Jawel, banden lek. Voor mij hebben ze banden lek. Van, moeten we nu gewoon heel snel doorrijden. Of niet? Ik weet het niet, jongens. Dit werkt er voor geen meter. Alsjeblieft. Ik wil die politie niet meer achter me aan hebben. Die politie moet weg. En die auto's ook. Oh, de politie is me kwijt. Oké, de politie is me kwijt. Oké, nu moeten we zorgen dat we ze ook kwijt houden. En niet dat ze opeens weer mij gaan vinden. Voor mij moeten wij echt hier ergens rechts afslaan. Ik denk dat dat wel goed is. Oh nee. Nee, hier de steeg in. Hier de steeg in. Gewoon YOLO. Steeg, steeg, steeg. Oh mijn god. Oké. Ik weet niet hoe veilig we hier staan. We wachten hier gewoon. Oké, hopelijk gaat de politie mij hier niet vinden. Hopelijk niet. Oké, politie die is op zoek, maar ze vindt... Yes! Bitches, ik heb hem! Fucking politie. Michael! Yeah. So we got one of these cutter things. What do you want me to do with it? Echt, I paid off a guard at the parking lot around from the bank. He'll open the gates for you. Okay, if you trust him. Okay, serieus? Wauw, we gaan dus serieus samenwerken met een guard van wel gewoon de bank. Okay, hey, hier jongen, neem €2000. Dan parkeren wij hier even een cutter. Oh ja, is goed hoor. Geen probleem, ik zeg niks. Kan ook echt allemaal, hè. Nou, we hebben in ieder geval dit prachtige dingetje. Holy damn. Dit gaan wij gewoon gebruiken, jongens. Gewoon dit ding. Fucking awesome, toch? Oh, dit is echt heerlijk, jongens. Dat we nu echt bezig zijn met de Big One. Dat voelt echt goed. Dat voelt echt zalig. Oké, nou, we gaan hier nu rechtsaf. En dan kunnen we hier naar binnen, als het goed is. Doe maar even open. Oké. Als je ook even dat ding opent voor mij. Nou, dan niet. Waarom openen ze dat ding nooit? Dat ding openen ze nooit, joh. Echt waar. Fucking hinderlijk is dat. Maar we hebben het gehaald, jongens. Mission passed. We hebben de driller.
Awesome. Super vet. Dat ding dat gaan we dus gebruiken. Ik weet niet hoe ze dat ding trouwens daar onder de grond willen krijgen. Maar dat verzinnen ze vast en zeker wel iets op. We gaan nu gewoon gelijk bezig met het andere deel van de heist. En daarvoor jatten we dit autootje. Oh nee, ik heb wat beters. We pakken gewoon... Ja, ik weet wat. We pakken gewoon de taxi. Maar eerst bellen. Hallo Lester. Alright Lester. Drills at the lot. Yeah. Good work, but let's not get ahead of ourselves. There's a fair amount of prep work still to do. Yep, inderdaad. Maar we hebben in ieder geval één ding. Wat we nu gaan doen is naar de andere HS op de map. Dat is ergens helemaal verder in de map. Om het zo maar te zeggen. Dat kwam echt heel soepel eruit. En dan gaan wij die missie doen. En die missie ga ik gewoon even met de taxi naartoe. Dus ik zie jullie wanneer we daar zijn. Kijk eens aan. Dankjewel, taxi. Yeah, we zijn nu gelijk op de locatie. Awesome. Hey, Trevor, I need your help. I'm taking down that train we need for the UD and I'm echt, short of pilot. Fine. I think Lester arranged for the chopper to be at my airstrip. I'll go get it. Cool. Awesome. Let me know when you're there. I'll be on a headset. Oké, we moeten nu deze twee mannetjes doden. Dat gaan we gewoon even doen. Als het lukt, kunnen we hier ergens omhoog klimmen of zo? Of is dat niet mogelijk? Moeten we gewoon een headshot geven? Hier, neem een headshot en neem je ook een headshot. Kom maar naar buiten hier. Neem een headshot, neem een headshot, neem een... Ja, hey, dankjewel. I dealt with the guard. I'm about to echt, flip the siding. And I'm still on the way to the chopper. Chill out. Ja. Wij gaan die signal box in. Woo! Siding's flipped. Wow, good for you. I still ain't at this heli. Okay, awesome. Wait for the train to stop in the sittings. Sittings, wissel, hoe je het ook maar wil noemen. We hebben in ieder geval dit nu even gefixt. En dan gaat die wissel zo. En dan kunnen wij die trein jatten. Ik heb geen flauw idee hoe lang het trouwens gaat duren voor zo'n trein. Ik heb echt geen idee. Zullen we gewoon wat gas neergooien? Gewoon voor het effect? Ja, gewoon voor het effect gooien we daar wat gas neer. Kijk, gewoon even traangas. YOLO. Ik weet niet waarom. Woe, traangas. Awesome. En ik hoor een trein. Oh, daar komt hij. Ja. Hey, the train's coming to a stop. You in the chopper? Roger that. Ready for takeoff. Awesome, oké, switch to Trevor. Nou, dan gaan we met Trevor daar nu naartoe. En dan gaan we die trein jatten. Teamwork, jongens. Heerlijk. Oké, daar zijn we. Vliegen, jong. Yeah, dit is trouwens wel echt een super awesome helikopter. Hoe de fuck komt hij hier nou weer aan dan? Hoe komt hij nou weer aan deze helikopter? Hebben we die gejat of zo? Oh nee, die hadden we gekocht. Dat is ook zo, ja. Want zo'n helikopter kan ik gewoon heel makkelijk kopen. Zo van, ja, ik heb een helikopter nodig die een trein op kan tillen. Oh ja, is geen probleem hoor. Die hebben we wel klaarstaan. Zoals van Marktplaats. Geen idee. Oké, we moeten in ieder geval dit ding proberen te stelen. Holy fuck, dit gaat nog een hele opgave worden. We gaan het proberen. We doen ons best. Oké. Ja hoor, slow and steady wins the race op zulke momenten, jongens. Slow and steady wins the race. Kijk. Oké, we komen in de buurt. Naar achteren. Woep. Oké, nu naar rechts. Naar voren. Hey. Oh! Ik weet niet hoe hij dat deed. Dat was voor mij een hele sterke magneet. Hij trok de trein echt recht van dat hoe heet het af. Maar kijk eens aan. Ja echt hè, holy damn. We hebben nu gewoon even een trein. Fucking vet. Dat valt ook helemaal niet op trouwens. Dat ik hier met een trein vlieg in de lucht. Sowieso hebben ze dat ook echt niet in de gaten dat er een trein mist. Nee. Zo slecht hè. Nou, we moeten hem nu netjes daarop zetten. Dat is ook nog een hele opgave op zich. Maar we gaan het gewoon proberen. Oké. Yo. Ik ga mijn best doen. Rustig maar. Ik zorg dat die trein erop komt, zodat we deze trein kunnen gebruiken. Hupsakee. Ja, hupsakee. Dit is echt zo'n secuur werkje, jongens. Dit moet niet fout gaan. Dat is het probleem. Hey, yeah! Drop. Coming back to the car. Yeah, oké. Serieus, moeten we nu nog zo'n ander ding jatten? Oh, wauw. Oh, dat had ik niet in de gaten. We moeten dus een trein... Oh, ja, voor het goud natuurlijk. Oh, my god. Ja, oké. We hebben dus goud wat erop moet kunnen. Ja, ik begrijp hem alweer. Nou, dan gaan we dat nog even fixen. En volgens mij hebben we daarna wel helemaal mooi gedaan. Dus we pakken zo'n flatbed berbedikkar. Hupsakee. Landen we even netjes. We moeten zo gaan oppakken, jongens. Oké, kom op. Oh, my god. Pas op. Ja, sorry lantaarnpaal, maar helaas stond jij in de weg daar. Kom op, Trevor, doe dit. Hey. Okay. Woo!
Yeah, awesome. Kijk eens aan, jongens. Dan hebben we gewoon twee van die dingen gefixt. Ik vind het trouwens wel echt een waanzinnig rare magneet. Dat ding is ook super sterk. Het kan ook echt allemaal. Ik wil trouwens wel zien hoe de first person hierin zit. Ah, die first person is op zich nog best wel komisch. Maar ja, voor de rest niet interessant. Wij hebben gewoon dit nodig. We moeten die hier bovenop weer zetten. Wat weer een hele opgave op zich gaat worden. Oké. Oké, jongens, dan gaan we. Daar gaan we. Dit gaan we weer doen. Gewoon foutloos. Gewoon zo draaien, rotaten. Zo even kijken. Naar achteren. Holy fuck, dit gaat niet helemaal soepel. Oké, naar rechts. Treffen naar rechts. Goed zo naar voren. Oh, dit is echt zo moeilijk, joh. Oké. Hoe dicht zitten we in de buurt? Dit is zo kut, hè. Dit is echt heel kut. Hey! Woo! Yeah! We hebben het gefixt. Awesome. Mission passed. Yeah! Undetected hebben we niet gehaald. Oh, dat is mooi kut. En de mission time is ook niet zo snel. Hoe de fuck wil je dit ooit sneller doen dan? Dat kan toch nooit sneller dan dat ik het nu heb gedaan? Nou ja, we hebben het in ieder geval wel gefixt. Daar ben ik blij om. You said you wanted a train? I got you a train, Lester. Echt, hè? Once you got the getaway vehicle, we're good to go. Yeah, oké. We hebben nu nog een getaway vehicle nodig. En daarna zijn we gewoon klaar voor de Big One. Holy damn, dat betekent dus dat we waarschijnlijk de volgende aflevering de Big One gaan doen. Ik wil trouwens kijken of ik met deze helikopter nu een auto kan optillen. Werkt dat nu ook gewoon? Als die auto nou even niet onderdoor komt, dat zou ik heel leuk vinden. Auto, kom. Oh, wauw, alle auto's die gaan daar naartoe. Oké, nou dan gaan we eentje van de snelweg pakken. YOLO, ik wil gewoon een auto optillen. Gewoon, hey, die auto lijkt me wel leuk, die til ik op. Kan dat? Fuck, nee. Auto, ik wil jou hebben. Nee, niet, waarom Trisha. Niet? Trevor. Oh, it's good to speak to you. My thoughts are with you. Is he, Martin? Is he treating you well? If you ever... Ja, you're echt, a hè? Sweet boy, Trevor. Oh. A sweet man. Oh. Trisha, I really miss you. I have to go. Wauw, die Patricia, jongen. Wat een vaag vrouw. Maar we hebben een getaway vehicle nodig. Wat voor getaway vehicle gaan wij doen? Ik weet het niet. Ik denk dat ik gewoon even naar, wie gaan we toe? Ik ga maar even naar Michael toe. Onze sterkste man die we hebben. En dan gaan wij... fixen. Ja, we gaan een auto fixen. We zijn weer thuis, zie ik. Oh, jong. Hij is net wakker. What the fuck? Oké, dan. Oké. Het zal mij wat wezen. Wij gaan in ieder geval naar beneden. What the fuck was die explosie? Hoorden jullie dat? Wat was een explosie buiten? Nog nooit eerder gehoord, als ik eerlijk ben. Oké, maar we hebben een auto nodig. Laten we eens kijken wat voor auto we gaan jatten. En waarom staat hier een taxi bij mijn huis? What the fuck? Nee, maar ik denk dat ik wel zoiets kan gebruiken. Zoiets. Dit ziet er wel goed uit. Dan gaan we die gewoon helemaal opvoeren en pimpen en helemaal snel maken. Alleen, wie heeft het meeste geld? Oké, jongens, ik weet toch wel wat. Ik heb er iets beters. Ja. Wij gaan naar Franklin, want voor mij heeft die gozer nog echt bakken vol geld over. Dus we gaan gewoon Franklin gebruiken om een getaway vehicle te fixen. Nou, helemaal mooi dat we hier gelijk in een traffic jam zitten. Dan kunnen we gelijk hier een auto uitzoeken namelijk. Wat ziet er een beetje leuk uit? Wat is een beetje een lekker wagentje om te gebruiken? Zo'n ding? Zo'n Hummer? Ik weet niet. Het zou best wel kunnen werken, denk ik. Ik denk dat zo'n Hummer best wel snel kan zijn, maar... Oh, dit is lastig, joh. Dit is echt kut. Oh, dit autootje. Nee, die witte. Die ziet er snel uit. Witte auto, ik heb jou nodig. Kom op. Yes! Deze auto, die pakken we gewoon. Vergeet het hele idee maar van een Hummer. Dit autootje gaan we gebruiken. We gaan naar de Los Santos Customs. En dan gaan we hier even een mooi snel autootje van maken, jongens. Yeah, dit gaan we fixen. Let's do it. Oké, jongens, we zijn bij de Los Santos Customs. Het maakt me even niks uit dat ik hier nu geld voor moet betalen. Want ja, ik weet het. We hebben een gratis ding ergens in the middle of nowhere. Dit is gewoon even veel sneller en veel makkelijker. Dus we gooien hier gewoon het beste van het beste op. En dan, hebben wij een getaway vehicle. Nou jongens, kijk eens aan. Hier hebben wij ons groene getaway vehicle autootje. Dit is nog best wel een snel autootje volgens mij. Het hoeft niet goed, dus het hoeft niet duur te zijn. Als hij maar snel is en sowieso die banden heeft die
leeg kunnen. We moeten in ieder geval nu een locatie voor mij vinden voor onze getaway vehicle. Er was mij verteld dat een locatie voor mijn beide bank in een parkeergarage goed was. Dus wij gaan er naartoe. Zullen we dat gewoon doen? Of moeten we eerst met Lester bellen? Wacht, ik ga hem kijken. Lester. Ja, kijk. Getaway vehicle ready. Oké. Okay. We bellen nu, jongens. We bellen. Hey, Lester, jongen. We can use for the getaway. I'm gonna put it in that garage and I'll call you back. Okay. Yep. I'm not going anywhere. Awesome, okay. Nou, laten we dit dingetje maar neerzetten. En... Oh, wow. Waarom moet er nou weer een deukje in komen? Waarom? Waarom doen ze mij dat aan? Zo'n mooi autootje. Zo'n mooi kleuraudertje ook, hè. Heerlijk. Het ziet er eigenlijk echt niet uit. En sowieso, je kijkt toch nooit een getaway vehicle van maken. Zo'n groene auto valt fucking erg op. Maar ja, dit is GTA en in GTA is dat allemaal mogelijk. Dus we zorgen dat we hier in de garage komen. Parkeren we hem. Kijk eens aan. Yeah, oké. Dat wordt onze locatie. Wow, yeah jongens. Leave the vehicle. Awesome, alles is gefixt voor de big one als het goed is. Mission passed. Hebben we het goed gedaan? Voor mij hebben we het goed gedaan. We hebben dit perfect gedaan. We hebben dit subliem goed gedaan. Ja, we hebben dus nu alle voorbereidingen getroffen. De grote haag staat nu ook op de minimap. En ik denk ook dat we straks een berichtje krijgen van... Ja, jongens, wij kunnen dat doen. The getaway car is in the parking garage, Lester. Excellent. I'll let the others know we have everything we need. We'll meet at the strip club. Zie, wat zei ik je? De strip club. We gaan daar naartoe, de meeten daar. En dan kunnen wij... deze missie gaan fixen, jongens. Oh mijn god. Oké, okay, maar dat gaan we de volgende aflevering doen. Want het is best wel een lange missie. En dat haal ik nu niet meer. Dus wij kunnen er misschien nog wel even kijken of er iets leuks te doen valt. Wacht, ik heb wat leuks. We hebben een minigun. Weet je wat je met een minigun kan doen? Kijk, mensen wegjagen. Rot op, man. Ga toch weg. Hier, ga toch weg. Ga jij ook weg? Hier, rijden, jong. Hier. Boom. Yay. Boom, yay! En... Boom, yay! Haha, dit is zo slecht. Oh mijn god, doe normaal. Doe normaal, die auto rijdt me opeens flink aan. Hier, hier, ga dood. Boom, 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 boom. Oké, okay. Ja, lekker band. Haha, motherfucker. Ik ga wel even kutten met de minigun. Hier, jongen, dit ding is zo ontzettend sterk, hè. Dat is gewoon echt bizar. Oh mijn god, doe normaal. Holy shit, joh. Ik ga nog dood door de politie. Door die auto's die hier rijden. Dat moeten we niet hebben. Daar heb ik geen zin in. Oh mijn god. Vanaf aan word ik beschoten. Oh, daar loopt iemand. Oké, okay, ik ga nu zo hard dood. Ik ga zo hard dood. Oh mijn god. Oh mijn god. Die gaat dood. Rot een eind op, joh. Dit is niet meer leuk. Nu zijn ze allemaal zo sterk. Die gaat dood. En oh, kut. Haley. Hier, neem kogels. Dankjewel. Stop maar neer. Waar lopen al die mensen dan? Ik word van alle kanten hier geneukt. En het is niet gezond. En het is niet leuk. Hier. Bij de dood. Dankjewel. Oh, kut. Die auto gaat exploderen. Oh, tieten. Oké, okay, ik zag dat. En ga toch dood. Hier, ga toch dood. Ga toch dood. Hier, ga dood. Allemaal dood. Allemaal hartstikke dood. Hier. Boom. Motherfucker. En er komt nog een heli aan. Oh, die heli vliegt daar. Ik kan die heli niet raken. Nou. Dat was mijn avontuur met mijn minigun. En tegelijkertijd was het ook mijn avontuur met de voorbereidingen voor de Big One. Jawel. Heb jij genoten van deze aflevering? Druk op het blauwe duimpje omhoog. Heb je zin in de Big One, de volgende aflevering? Druk dan zeker op het blauwe duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. Druk op het knopje abonneren. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen tegen jullie. En dat is... Doei mensen!